Veel lof voor Bo, wil Volkert van der G. niet aan tafel. Boven van Nervendorens Oogst. Veel lof en waardering bij kijkers. Hij nam gisteren namelijk fel afstand van Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn. Bo zou Volkert nooit, maar dan ook nooit een podium geven. Punt. Gisteren was het precies 18 jaar geleden dat Volkert Pim Fortuyn vermoordde. Peter R. de Vries, die aan tafel zat bij Bo, vroeg zich af of de presentator hem mooi zou willen verwelkomen in zijn show. Nee, nooit. Nooit van mijn hele leven. Het is het eerste wat ik meteen voel, aldus een felle, eerlijke Bo. Ik wil die man nooit een podium geven en ik wil ook niet als een man bekend staan die zo'n man gaat interviewen, vervolgt Bo. Peter zou overigens wel naar zo'n interview kijken, mocht hem Poem wel een podium willen geven, bijvoorbeeld. Bo, ik heb daar helemaal niks mee. Ik haat die man, ik vind het een verschrikking. Volgens de RTL sterft Nederland zijn onschuld na de moord op Fortuin en later Theo van Gogh. Dat meen ik ook echt. Ik was bang. Bo, die een tijdje geleden een slechte beurt maakte, althans, dat vond Angela de Jong, ging maandag van start met zijn talkshow. Hij nam daarmee het stokje over Van Eva Einek en deed dat volgens kijkers met verve. Diezelfde kijkers lieten zich gisteren ook horen na Beauws uitspraken. Ik vond je al een held, maar nu heb je mijn hart gestolen, klinkt het op Twitter.